Als eerste hartelijk bedankt dat ik als patholoog ook een bijdrage mag leveren. We hadden als topic, heb ik al eerder met Longkanker Nederland gezegd, de rol van de patholoog en weefselonderzoek is een belangrijk onderdeel voor patiënten met longkanker, maar we zijn eigenlijk ook altijd wel diagnostiek achter de schermen. Dus wij als patologen, en hier op het plaatje zie je dat ook ik in mijn dagelijkse hokje, we zijn ook heel erg bezig met patiënten met longkanker. En ik wil heel graag vertellen wat wij allemaal doen voor deze patiënten. Dus wat doet de patholoog zelf aan weefselonderzoek? Wat voor soort onderzoek doen we allemaal? Dan wil ik technisch ook een beetje vertellen over de classificaties van longkanker. Want dat zijn toch onderwerpen die ook in de spreekkamer aan bod komen. En ook een beetje over de moleculaire analyse. Wat de laatste tijd in de media ook onder de aandacht is. De moleculaire diagnostiek van een speciale subgroep van longkanker. Dus ja, ik ga jullie op de route meenemen in mijn wereld als diagnost achter de schermen. Nou, waar begint de diagnostiek? Ik denk dat de meeste mensen daar gewoon heel erg bekend mee zijn die dit traject doorgelopen hebben. Patiënten worden gezien door een arts en dan komt uiteindelijk komt er een punctie door de longarts. Vaak bij het kijkonderzoek en dan doen ze een punctie met een dun naaldje. Of er worden puncties gedaan van de long zelf door bijvoorbeeld de radioloog. In sommige gevallen wordt er ook geopereerd en dan krijgen we dus echt grotere stukken van de chirurg te pakken. Maar al met al, al deze stukjes, die komen gewoon bij de patholoog. Wat ik ook rechts in beeld heb, is onze grote bijbel van longkanker. En daar zie je ook allerlei plaatjes en ik ga jullie een beetje meenemen in deze plaatjes en wat wij daarmee doen. Om te beginnen is het natuurlijk een beetje een enigma wat een patholoog nou doet en hoe wij nou goedaardige of kwaadaardige cellen herkennen. En ik probeer een beetje aan de hand van eigen voorbeelden te laten zien wat ons werk is. Want in tegenstelling tot klinische chemie, waar je vaak metingen doet, hebben wij continu een beoordeling nodig van plaatjes, van beelden, die we ook in context moeten zetten. Ik zal jullie even meenemen in mijn wereld. Hoe herken ik goedaardige cellen? Goedaardige cellen, dat zijn cellen die vaak regelmatig zijn, op een rijtje liggen. En in dit geval bijna 4 gelijke poesjes, netjes op een rij. En het ziet er gewoon regelmatig en rustig uit. Ik heb hier aan de andere kant een bronchus biopt. Dit is een normaal bronchusweefsel. En wat je ook ziet, net zoals bij de poesjes, ik hoop dat jullie mijn pijltje ook zien, is dat je hier regelmatige soldaatjes hebt, zoals de poesjes die op een rij zitten. En voor de rest zie je dat alle cellen heel erg rustig ogen. Je ziet veel roze weefsel, dat is het bindweefsel. Dit zijn de bekledende cellen. Hier heb je nog wat slijmkliertjes en hieronder is het kraakbeen. En in dit geval hebben we dus een bronchus, dus de luchtpijp waar we naar kijken. En zo herkennen wij goedaardige cellen door regelmaat en een normaal beeld. Dan moeten we natuurlijk ook onderscheid maken met kwaadaardige cellen. Kwaadaardige cellen, ik probeer dezelfde poesen maar weer te pakken. Kwaadaardige cellen herkennen worden dat het niet meer op een rijtje ligt, niet meer regelmaat heeft. En het ziet er wat bont en bizar uit. Hier heb ik ook een foto van een tumor. Je ziet hier nog steeds de mooie goedaardige cellen. Oh, ik ga iets te snel. De goedaardige cellen op een rijtje liggen. Maar hieronder zie je ineens een chaos van cellen die door elkaar heen liggen. Die zijn groot, die zijn klein. Hier zie je een delingsfiguur. En dit is wat wij als patholoog continu bekijken. Zien wij iets wat de architectuur verstoort? Nu hebben we verschillende soorten weefselonderzoek die we beoordelen. En daar neem ik jullie ook weer stuk voor stuk een beetje in mee. Wat zien wij nou allemaal onder de patholoog en wat beoordelen we? We hebben in de patologie de cytologie. Ik heb hier ook een foto van een koepel van de cytologie. Dat is een glaasje waarbij vaak de longarts of de radioloog cellen direct heeft uitgestreken op het glaasje. Die cellen die gaan we beoordelen, daar ga ik straks meer in detail op in. En dat kunnen soms hele grote preparaten zijn, maar soms zijn dat echt minimale hoeveelheden weefsel. Echt speldenknopjes groot. En dat wordt soms een uitdaging. Dan hebben we histologie. Daar zal ik ook wat meer van laten zien. En histologie betekent eigenlijk dat wij stukjes hebben die er uitgeprikt of uitgesneden zijn. En dat zijn grotere stukken weefsel. En ook daar zal ik meer uitleggen wat daar allemaal mee kan gebeuren. En uiteindelijk hebben we natuurlijk ook belangrijk de moleculaire diagnostiek.
Op het moment dat wij bevestigd hebben dat iets longkanker is, dan kunnen we gebruik maken van DNA- en RNA-technieken om te kijken wat voor afwijkingen erin zitten. Of patiënten bijvoorbeeld in aanmerking komen voor gespecialiseerde therapie. Nou, hier heb ik een plaatje ervan. Ik zal jullie niet te veel mee vermoeien, maar wat we eigenlijk uitlezen is kleine stukjes DNA van de tumor specifiek, waarin we kijken naar afwijkingen. Nou, dan wil ik graag beginnen met cytologie, de celkunde. Wat we zien bij cytologie zijn dus losse cellen die vaak via een naaldje verkregen zijn. Dat kan zijn via zo'n bronchoscopie, waarin de longarts dus kleine celletjes eruit haalt. Soms ook de maagdarmleverarts, die nog iets dieper bijvoorbeeld in de bijnieren prikt. En soms kan het ook de radioloog zijn, of zelfs de patholoog zijn, die in een klier prikt waar we vanaf de huid bij kunnen. We hebben dan de losse cellen verkregen en die liggen op een glaasje. Waarom is het dan toch lastig of is dat nooit lastig? Voor ons is histologie altijd een tikje lastiger omdat het interpretatie is van cellen, dus losse cellen, zonder dat we het verband zien in weefsel. En hoe kan ik dat nou uitleggen? Het komt er eigenlijk op neer dat wij van foto's maar een hele kleine snapshot krijgen en moeten gaan invullen. He, gelukkig geeft de arts al vaak aan waar die geprikt heeft. He, we hebben geprikt in een long of in een bijnier. Dus de achtergrond kunnen we zoeken en bepalen. Maar dan nog steeds moeten we aan de hand van een klein beetje haar en een paar oogjes, moeten we gaan inschatten wat is het. Dat is onze uitdaging. Wat we dan doen, is dat we dus als eerste weer kijken, zijn de cellen afwijkend of normaal? En zijn ze ook representatief voor het weefsel waarvan de dokter zegt dat hij ingeprikt heeft? In dit geval heb ik bovenin een plaatje staan wat de longarts kan hebben verkregen bij bijvoorbeeld een longspoeling of een longbrush. Wat je hier ziet zijn nu de losse cellen van het bronchusepithel, die poesjes op een rij die ik net had laten zien. Dus ik heb hier normaal longweefsel. Daar is de longarts in de buurt geweest en ik heb hier een goedaardige cel, dat heet een macrofaag, en die zitten in het longweefsel. Dus in dit geval weet ik dat de punctie van normaal weefsel is. Hieronder heb ik een plaatje gezet en dan zie je ineens cellen met een chaos. Dat zijn weer die poezen die alle kanten op gaan. Hier zie je grote kernen, je ziet grote puntjes in de kernen, dat noemen wij nucleoli. Dit is niet normaal. En dan weten we dus dat het afwijkend is en dan gaan we weer een stapje verder. Dan gaan we kijken, zijn de kernen groot, zijn de kernen klein? En inderdaad, die kernpuntjes zijn ook belangrijk voor de klassificatie. En hoe liggen de cellen? Hier heb ik een voorbeeld van een punctie die ik toevallig zelf van de week gezien heb. Hier in de achtergrond zie je kleine bolletjes. Dat zijn rode bloedcellen. En de rode bloedcellen, alle puncties die wij hebben, krijg je altijd een beetje bloeding bij. Dus we zien altijd bloed in de achtergrond. En dan heb je hier wat cellen. En die cellen die zien heel onregelmatig eruit en die zijn een beetje in elkaar geschoven. En die in elkaar geschoven cellen, dat is voor ons al een clue wat heel goed past bij het kleincellig longcarcinoom. Ze zijn relatief klein van celtype, maar hier is ook heel veel verandering van de cellen, omdat die cellen zo gevoelig zijn voor de punctie dat ze een beetje kapot gaan. En daarom lijken ze groter dan dat ze zijn. Maar deze ineengeschoven cellen zijn voor ons typisch voor een kleincellig longcarcinoom. Nou, heb ik het plaatje van daarnet. Dan hebben we de grotere cellen. En de grotere cellen die hebben grote kernpuntjes nucleoli. En dat betekent dat we een niet kleincellige tumor in dit geval hebben. En als laatste kunnen we ook nog kijken naar de ligging zelf. Hier zie je bijvoorbeeld ligging van celletjes waarin ze in kleine bloemetjes of rosetten gelegen zijn. En dan moeten we altijd heel goed nadenken of dit inderdaad een carcinoom is of een ander subtype, bijvoorbeeld een neuroendocrine tumor. Dus in de long kunnen we van alles aantreffen. En ik heb nu even voorbeelden van longkanker, maar er komt meer voor in de long. En ook dat moeten we altijd onderscheiden, want er zijn ook patiënten die bloedkanker of een lymfoom hebben die in uiting komen in de long. Dus we moeten ook altijd weer teruggaan. Is het inderdaad een longtumor of zitten we naar iets anders te kijken? En een laatste groep die we ook helaas veel zien, dat zijn patiënten met gemetastaseerde ziekte vanuit een andere origine. Dus bijvoorbeeld een patiënt met darmkanker die ook haartjes in zijn long heeft. Dus voor ons is het ook belangrijk om te weten wat de voorgeschiedenis is van de mensen, om te weten of we te maken hebben met een primair longcarcinoom, een primair kanker van de long, of dat het toch een uitzaaiing is van een andere primaire tumor.
En ook dat onderscheid is heel erg belangrijk, omdat je natuurlijk de goede behandeling wil geven. Nou, dan hebben we de histologie, de weefselstukjes. En daar wil ik graag ook iets meer van het proces laten zien. Het belangrijkste van de histologie nu is dat jullie ineens herkennen wie dit is. Ik had een heel klein hoofdje uitgeknipt. En nu in de context van de foto kan je zien, oh, dat zijn de Beatles, dat was Ringo. Dat is allemaal heel erg duidelijk als je het hele overzicht hebt. En dat is een beetje voor ons het verschil tussen histologie en cytologie. Cytologie moeten we echt pruikjes gaan schatten in de context. En histologie is het hele beeld. Je ziet het verband, je ziet de bandleden bij elkaar. En ook handig, de Beatles staan erop. De Beatles staan weer in een min of meer regelmatige architectuur. En heel vaak als er kankersprake is, dan zien we een onregelmatige architectuur. Zoals bijvoorbeeld bij deze band. Hier zie je het verschil. Goedaardig, regelmatig kunnen we herkennen. En rechts zie je eigenlijk, ze zitten door elkaar. En elke bandlid in dit geval heeft een andere uiting. En dat is ook hoe we straks de tumoren herkennen. Of hoe ik bijvoorbeeld op een concert weet naar welke band ik kijk. Als wij de histologie gaan doen, dan duurt dat veel langer dan de cytologie. Want cytologie, zei ik al, dan heeft de longarts al cellen op een glaasje gestreken. Nou, die kunnen we gewoon drogen en kleuren. En daar hebben we een paar uur voor nodig voor het proces. Voor histologie, voor de biopte, wil ik laten zien dat dat traject veel groter is. En dat is ook de reden waarom het dus veel langer duurt als er een biopte genomen is, dat er ook een uitslag is. Wat er gebeurt bij een biopte is dat materiaal krijgen we binnen. Hier is een van mijn collega-analisten die dat opmeet, want we gaan dat helemaal nauwkeurig opmeten. Wat is het? We beschrijven het, eventueel doen we er inkt op. En hier zie je de cassettes liggen en dat is hoe dat helemaal het proces ingaat. Binnen dat proces hebben we allerlei apparatuur, maar belangrijk is pas na 48 uur hebben we ook pas een complete coupe waar we een diagnose op kunnen stellen. Nu hebben we wat sneltrajecten erin zitten. Maar zeker voor grote weefselstukken, zoals bij excisies, duurt het gewoon vrij lang in het proces. We hebben dat weefsel ingesloten in die cassettetjes. En in die dragers gaat het door een heel proces in het laboratorium. En uiteindelijk maken we daar blokjes van. En wat we doen is we bedden het in een kaarsvet. En dat kaarsvet, dat gebruiken we als een soort drager, zodat we daarna hele dunne plakjes van weefsel kunnen snijden. Zodat we de cellen kunnen zien. Hier zie je dat voorbeeld, hier zie je een andere collega. Dit is een microtoom, dus dit is hoe wij cellen snijden. En die cellen, zoals ik al zei, die doen we in kaarsvet. En door dat kaarsvet kunnen we met een mesje hele dunne plakjes maken van 4 micrometer. Zodat wij ook echt heel mooi de kernen en de cellen kunnen zien. Dus we hebben hier dat blokje zitten waarvan we net zagen dat iemand het erin had gestopt. Hier in het kaarsvet kunnen we het snijden. En uiteindelijk kunnen we die kaarsvetlintjes in een waterbad leggen, waarbij we het op kunnen vissen, zodat we het op een glaasje kunnen doen. En door dat kaarsvet plakt hij aan het glaasje en kunnen we gewoon kleuringen doen en naar de groepjes kijken. Grofweg hebben wij in de klassificatie van longkanker, dus als we weten dat het een primaire tumor is van de long, dus echt uitgaat van de long, hebben wij het onderscheid tussen kleincellige longkanker, ook wel in de diagnostiek small cell lung carcinoma genoemd, en de niet-kleincellige carcinoma, de non-small cell lung carcinoma. Dat onderscheid is heel erg belangrijk voor de eerste therapie. En daarna gaan we de non-small cell lung kankers, dus de niet-kleincellige carcinoma, gaan we verder differentiëren. De groepen heb ik even globaal weergegeven, want dat boek is wel 100 pagina's dik. Dus dat, de subclassificaties wil ik een beetje buiten beschouwing laten, maar grofweg hebben we het adenocarcinoom, een grote groep van buisvormende tumoren, het plaveiselcelcarcinoom. Dan hebben we helaas een groep niet nader te classificeren. Dat heet NOS, of in het Engels not otherwise specified. En de groep van neuroendocrine tumoren, waarbij ik even moet opmerken, neuroendocrine tumoren kunnen ook kleincellig zijn. Dus dat is voor ons altijd nog een extra diagnostische uitdaging. Binnen de diagnostiek moeten we ook altijd kijken, kunnen we alles beoordelen, kunnen we alles zien? Even ter analogie, hier hebben we een foto van een vogel.
En voor de meeste vogelkenners kunnen we wel herkennen aan de poten en de snavel, de grootte van de vogel en de kleur en de manier waarop ze veren zijn, dat dit een buizerd is. Zo kan ik aan een koppen herkennen, als die cellen weer chaotisch door elkaar liggen, in kringetjes en in buizen, dan kan ik zeggen, dit is een adenocarcinoom. Dus ik kan alles beoordelen van snavel tot poten, de lengte, de breedte. Soms zien we alleen maar een biopje of iets wat heel klein is of waar artefacten in zitten, dat we van onderaf tegen de zon in moeten kijken, wat is dit? En dan zien we, nou, het vliegt, dus het zal wel een vogel zijn. We zien hoe breed die is. We kunnen iets naar de contouren kijken van de vleugels. Hoe lang is de staart? Al dit soort afwegingen maken we. En even als voorbeeld voor mij. Hier zie je aan de linkerkant erbij dus een tumor. En die tumor, we zien dat het een tumor is. Het is chaotisch, het is druk, het ligt door elkaar. Maar ik zie niet echt duidelijk wat voor een snavel heeft die, wat voor veren is. In onze termen, ik zie niet echt dat hij buizen maakt. Ik zie niet echt dat hij een bepaalde rangschikking heeft. Dus dan moeten we gaan verder differentiëren. En daarvoor wil ik jullie kort meenemen in onze beslisboom. Als patholoog zijn wij continu aan het klassificeren en definiëren. Dus als eerste hebben we gezegd, het zijn maligne cellen. Het ligt niet op een rij, het hoort hier niet te liggen. En dan gaan we dus kijken, zijn het kleine cellen of zijn het grote cellen? In het geval van kleine cellen en de morfologie klopt, dus we hebben niet van die kernpuntjes en ze liggen door elkaar, dan is er sprake van een kleincellig longcarcinoom. En in sommige gevallen zijn het dus grote cellen en dan gaan we stapjes verder. Maakt het buizen of heeft het slijm? Vaak gebruiken we er ook een marker bij, dat heet de TTF1. Dat is een kleuring die je ook bijvoorbeeld in de PA-rapporten vaak ziet staan. Is die tumor TTF1 positief? Dat is een thyroid transcription factor, dat is specifiek voor de long en de schildklier, en in dit geval goed voor de long, dan kunnen we zeggen dat het past bij een adenocarcinoom. Zien we verhoorning en bijvoorbeeld de marker P63 of P40 erop, dan is er sprake van een plaveiselcelcarcinoom. En zien we eigenlijk helemaal niets, zien we geen TTF1, geen P53, geen verhoorning, geen slijm. Dan gaan wij toch naar de categorie NOS. Kortom, even in mijn beleefwereld als patholoog. We zien rare cellen. Die rare cellen liggen een beetje als een klontje. En nogmaals, aan de hand van de verschillende soorten, hoe ze liggen, hoe ze staan, wat voor maskers ze opzetten, kunnen we ze herkennen in de verschillende subtypes. Hier heb ik het in histologie weergegeven. Hier zie je eigenlijk een heel spectrum van alles wat wij onder de microscoop zien. En dit is een heel spectrum van alle tumoren die adenocarcinoom heten. Dit is nog met herkenbare longweefselstukjes, waarin de cellen vergroot zijn, maar nog langs de contouren van de long zitten. In dit geval liggen ze ook mooi langs de contouren van de long, maar hebben ze heel veel slijm. Dus dat zijn weer de maskers die we daarin herkennen. Hier zie je grillige buisachtige structuren. Hier zie je buisachtige structuren met hoogcilindrisch epithel. Dus weer hoge cellen. Hier zie je een soort klontjes die min of meer in kleine afgeronde groepjes liggen. Dus niet een buis, maar eigenlijk een omgekeerde buis. En hier krijg je echt een slecht gedifferentieerde tumor. Die dus weinig buisvorming heeft. En die kunnen we klassificeren. Hier heb ik een paar voorbeelden uit de dagelijkse praktijk die ik kort zou willen laten zien. Hier heb ik een naaldbiopt van de long. En je ziet al dat het onregelmatig is. Grote kernen, kleine kernen. Met hier naar de achtergrond toe wat kleinere kerntjes van normaal longweefsel. Hier nog een klein detail waarin ik toch heel af en toe een klein buisje in herken. En hier heb ik die marker die ik net noemde. Dat is een TTF1 kleuring. Alles wat bruin is, is positief voor de marker en alles wat blauw is, is voor ons de tegenkleuring, zodat we het weefsel kunnen zien. En in dit geval zie je dat diezelfde tumor heel erg sterk positief voor TTF1 is. Hier ook weer heel discreet een buisje laat zien. Dus zo herkennen we dat dit een adenocarcinoom is van de long. Soms is dat voor ons zeer uitdagend. Wat je hier ziet zijn heel veel drukke celletjes. Alleen dit zijn allemaal ontstekingscellen. Want soms zit een tumor verstopt in een achtergrond van ontsteking. En dat is soms heel erg moeilijk voor de arts om te herkennen, de radioloog om te herkennen.
maar ook voor ons als pathologen om te herkennen. Maar we zien hier wel wat grotere cellen tussen liggen. En als ik weer die TTF1-kleuring erop doe, zie je toch kleine clustertjes van die bruin gekleurde kerncellen liggen in die achtergrond. En zo kunnen we alsnog herkennen dat dit een longkanker aan elkaar zit. Nou, dan kom ik bij mijn laatste topic nog netjes binnen de tijd. En dat is de moleculaire diagnostiek. En kort, de moleculaire diagnostiek is iets wat heel erg in ontwikkeling is geweest de afgelopen jaren. Maar nu echt duidelijk onderdeel is van de dagelijkse diagnostiek van een subgroep van longkanker. Hier grof weergegeven de type mutaties. En zeker voor de patiënten die ook van hun patholoog gehoord hebben of van hun behandelend arts gehoord hebben wat er onderzocht is. KRAS is een gen wat vaak afwijkend is of gemuteerd is, zoals wij dat noemen, in longkanker. Het is ook de grootste groep die wij met DNA kunnen herkennen. Dan hebben we de groep die heel erg belangrijk is, dat is de EGFR. Dat is een gen die activerende mutaties geeft waar we ook therapie voor hebben. Dus die patiënten kunnen speciaal op maat geschreven medicijnen krijgen, omdat in de tumor een bepaalde mutatie zit die daar gevoelig voor is. Belangrijk is om je te realiseren dat die KRAS-mutaties en die EGFR-mutaties eigenlijk nooit samenkomen. Dus het is altijd of-of. Dus je hebt of een KRAS of een EGFR-mutatie. Dan hebben we nog een groep van patiënten met wat kleiner aandeel, bijvoorbeeld de ALK-mutatie, de ROS1, de BRAF, de MET exon 14 skipping en nog veel meer. Maar dit zijn een beetje de verdelingen zoals we hebben. Alleen helaas ongeveer 2/3 van de patiënten weten we gewoon niet wat die tumor drijft en kunnen we dus ook geen op maat gemaakte therapie aanbieden. Nou, wie en wat gaan we testen? In Nederland hebben we daar afspraken over gemaakt met elkaar. En in die richtlijnen in Nederland hebben we gezegd, we testen alle patiënten met het niet kleincellig longcarcinoom, adenocarcinoom subtype en de groep die we niet anders kunnen specificeren. Dat zijn de patiënten waarin naar onderzoek ook is gebleken dat die met name de activerende mutaties hebben waar we die therapie specifiek op kunnen baseren. En dat is dus voor de groep van patiënten die ook echt therapie nodig hebben, dus de uitgezaaide tumoren. En in Nederland hebben we afgesproken dat we voor het hele rijtje genen van groot tot klein in voorkomen, dat we deze allemaal testen met elkaar. Nu is er de laatste tijd een discussie over geweest en daar zal ik zo verder op ingaan. Belangrijk is dat wij 1. Alle patiënten die ervoor in aanmerking komen, zorgen dat die patiënten getest worden voor die therapiekeuze, dus die adenocarcinoom en de NOS. En er is een tweede populatie van patiënten die bijvoorbeeld al therapie krijgen, want die hadden bijvoorbeeld een EGFR-mutatie. Maar de tumor kan ook resistentie krijgen voor die mutatie. En dan gaan we weer testen, is dat iets waar wij een andere therapie voor kunnen geven? Dus kortom, het is nog steeds een proces met heel veel genen waar ook dynamiek in zit. Maar we kunnen daar zeker in helpen en bijdragen als pathologen om aan te geven welke behandeling er geschikt is. Kort nog even, wat voor soorten onderzoek doen wij als we het hebben over moleculaire diagnostiek? We hebben de immunohistochemie, wat ik ook al liet zien van de TTF1, dat wij gewoon speciale kleuringen kunnen doen op cellen. En bijvoorbeeld voor de ALK-translocaties is heel erg bekend dat de kleuringen, als de cellen positief aankleuren voor het ALK-lichaam, ook een translocatie hebben en ook op ALK-therapie kunnen reageren. Dus dat is, als we weinig weefsel hebben, we hoeven daar maar 20, 30 cellen voor te hebben, kunnen we altijd nog die kleuringen doen. Dat is dus niet voor alle genen, maar wel voor een deel van de genen. We hebben de techniek FISH. En de FISH-techniek betekent eigenlijk dat we kleine stukjes DNA aankleuren en ook daar weer bepaalde translocaties in aan kunnen tonen. In principe, omdat de FISH maar voor een enkel gen is, is dat niet altijd de eerste keuze. Maar het is wel de keuze als we gewoon heel weinig weefsel hebben. DNA-analyse, dat is de grootste groep waar we dus eigenlijk al die genen in testen. Dus daar kunnen we EGFR, KRAS, BRAF, met exon 14 skipping kunnen we er allemaal in vinden. En het is de kleine groep van translocaties waarin we dus die RNA-analyse of die FISH en de immunohistochemie voor nodig hebben.
Wat ik daar graag wil bij benadrukken, is dat we dus meestal echt speldenknopjes groot weefsel hebben. En je kan je voorstellen, als we al die genen willen bekijken op DNA-niveau, dan is het soms te weinig tumor of te weinig goede kwaliteit van tumor. En dat maakt het uitdagend. Ook heel mooi bericht eigenlijk is dat op IKNL ook veel onderzoek wordt gepubliceerd. En dat de EGFR-diagnostiek, hè, dus voor de patiënten die er in aanmerking komen, dat ze ook duidelijk zien dat dat beter gaat in Nederland. Dat dat ook, hè, bij de longartsen goed bekend is, bij de pathologen goed bekend is. En dat is gewoon een ontwikkeling die voor patiënten heel erg belangrijk is. Voor die mensen die op maat gemaakte therapie goed kunnen gebruiken. Nu is er veel onderzoek gedaan en is er ook veel aandacht geweest in de media voor bepaalde testen van moleculaire diagnostiek. En daar wil ik als patholoog nog heel kort even bij stilstaan. Dat wij eigenlijk, als wij terugkijken naar de voorgaande jaren, 2015 en 2017, al heel goed testen voor met name EGFR en KRAS. Maar dat we ook steeds beter testen voor de Alek en de ROS1-mutaties. En nu is er recent in de media ook veel aandacht geweest dat we in Nederland daar nog niet in voorop lopen, als we kijken naar de getallen. Maar daar wil ik toch een kleine opmerking bij maken. En inderdaad, de hoeveelheid weefsel die we altijd hebben en de kwaliteit van het weefsel laat gewoon niet altijd toe dat we alles in één keer kunnen testen. Dus er zijn ook patiënten die helaas twee biopsieën moeten ondergaan, omdat er bijvoorbeeld te weinig of onvoldoende weefsel was. Nou, hier in getallen weergegeven. Als we terugkijken naar 2017, nou ja, met corona en alles al langs geleden, is dat een eeuwigheid geleden. Maar dan zie je al dat bijna 90% van de patiënten gewoon goed getest worden voor de belangrijkste drijvermutaties. Maar ook dat we in die kleine aantallen, alles waren wisseld, maar meer dan de helft toen al in ieder geval onderzocht werd. En de vraag is natuurlijk anno 2021... wat is het getal van nu? Dat weten we nog niet. Maar als wij kijken naar de richtlijnen en het volgen van de richtlijnen, hebben wij als pathologengroep in Nederland ook echt het gevoel dat dat heel goed gedaan wordt. De context waarom niet altijd alles testen. Eventjes weer de weefselknopjes. Je ziet hier ook een glaasje van weefsel, waarin ik echt door mijn microscoop moet kijken naar het aantal celletjes. En soms is dat weefsel gewoon onvoldoende om DNA en RNA op te testen. Het kan ook zijn dat de patiënt helemaal geen wens heeft tot therapie. En helaas in de onderzoeken die we nu gedaan, gepubliceerd zijn, weten we ook helemaal niet of er gewoon ook afgezien wordt van therapie. Of bijvoorbeeld dat de conditie van de patiënt in sommige gevallen ook onvoldoende is. Dus het percentage testen zien we helaas nog niet 100%. Maar aan de hand van de onderzoeken weten we niet wat de achtergrond is van de patiënten die niet getest zijn. Ja, dus in een notendopje voor mij als patholoog. Wat doen wij in de diagnostiek? We doen meerdere soorten onderzoek. Ik hoop dat ik daar wat heb over kunnen vertellen met de voor- en nadelen. Er zijn ook meerdere soorten longkanker. En het onderscheid van de subtypes longkanker is ook heel erg belangrijk voor de goede behandeling van die patiënt. En daarnaast is moleculaire diagnostiek belangrijk in dit geheel. Dus ja, al met al was dat wat ik graag zou willen delen. Dus ja, alles wat je wil weten van pathologie, gooi het in de chat, vraag het me. Ik heb er zin in. Francine, heel hartelijk dank voor je prima presentatie. Ook heel helder. De Beatles kwamen voorbij, een metalband kwam voorbij, katten ben je vast en zeker een liefhebster van. Dus wat dat betreft, dank hiervoor. Ik ga over naar Judith. Wat vindt de chat er allemaal van? Wat wil ze allemaal van zien vragen? Nou Francine, je hebt er zin in. Dat komt goed uit. Want we hebben heel veel vragen voor je. De eerste vraag is, moet ik misschien wel als longarts beantwoorden? Dus sorry, maar ik ga toch het rijtje even af als je het goed vindt. De vraag is eigenlijk, als er nou een lymfeklier te groot is, en er wordt een specifieke plek genoemd die ik even niet ga beschrijven. Maar wat doe je daarmee? Wat voor weefselonderzoek doe je bij een lymfeklier in die een beetje tegen het midden van de thorax aan ligt, maar ook nog een beetje tegen de longen aan, hilair wordt genoemd. Daarvan zou ik zeggen, weet je, als er verdenking is op longkanker of longkanker al bewezen is, dan ga je altijd af op de te grote lymfklieren en de hiles die genoemd wordt. Dat plekje is best moeilijk te benaderen.
Soms kan het met zo'n prik en soms kan je er gewoon ook echt niet bij. Maar je zal altijd proberen om weefselonderzoek te doen. Dat is even in het kort mijn antwoord. En voor Jannie, wanneer je daar nog wat vragen over hebt, je mag mij gewoon bellen een keertje. Dan kunnen we het er samen over hebben, als het niet heel duidelijk is. Een tweede vraag is van René. Gaat het weefselonderzoek altijd in de volgorde cytologie, histologie, moleculaire diagnostiek? Nee. Vaak wordt er gekozen afhankelijk van waar ze inderdaad weefsel van willen verkrijgen. Want soms heb je bijvoorbeeld geen klieren waar je met een naaldje makkelijker bij kan. En moet echt de radioloog een biopsie opnemen. En dan beginnen we echt met histologie. Dus cytologie of histologie is meestal de ingang. En van beide soorten onderzoek kunnen we ook moleculaire diagnostiek doen. Dus wel cytologie kunnen we DNA en RNA onderzoek van doen. Of eventueel FISH of kleuringen opdoen. En ook van histologie. Dus de cytologie en de histologie is meer een of-of. En daarna, als het van toepassing is, want we gaan altijd wel eerst kijken wat voor tumortype is het, gaan we die moleculaire diagnostiek doen. Oké, dankjewel. Dan is er de vraag, de opmerking. Goh, ALK is dus vaste cellen zonder FISH, DNA of RNA. Dat doe je op basis van je immuunhistochemie. Ja. Klopt dat? Het antwoord is voluit ja. Ja, de literatuur heeft nu echt gezegd dat bepaalde markers voor ALK, en ik zal niet in detail de clones gaan noemen, maar er zijn bepaalde kleuringen die zo betrouwbaar zijn dat we zelfs, ook al zouden we niet eens de translocatie vinden, dat die patiënten in aanmerking komen voor therapie. En onze ervaring is ook dat die patiënten ook echt goed reageren. Nou heb ik een hele leuke vraag. Zijn er centra waar ze heel goed zijn in weefsel verzamelen? Die zich daarin gespecialiseerd hebben. Hoe bedoel je weefsel verzamelen? Nou, histologie of cytologie, waar je voldoende weefsel, want jij gaf aan dat het niet altijd even makkelijk is. En soms, laten we eerlijk zijn, heeft het ook met de vaardigheden te maken. Dat zou zomaar kunnen. Als je in training bent, dan ben je misschien iets minder goed. Terwijl als je al 20 jaar hetzelfde vak uitvoert, dan kan je dat misschien wel heel goed. Kan je daar iets over vertellen? Nee, daar is geen onderzoek naar gedaan. Ik denk dat elk instituut wat longkankerpatiënten behandelt en diagnosticeert ook zelf altijd kritisch moet kijken naar hun eigen, zoals wij noemen, opbrengsten. Hè? Dus hoe goed zijn je puncties? Ik denk dat elk instituut dus goed genoeg kan zijn. En ja, eventjes vanuit mijn analogie weer van mijn eigen bijvoorbeeld broodbakken. Soms wordt mijn brood minder mooi dan een andere keer. Dat heeft zoveel factoren die van invloed zijn. Bijvoorbeeld als klieren verkalkt zijn en je kan er niet goed in prikken. Of je kan gewoon misprikken bij een longbiopsie. Ja, dat gebeurt, want je ademt in en uit. Dus die long gaat ook op en neer. Dus ik kan niet zeggen van, joh, dat is het instituut. Daar heb je altijd top of the bill goede puncties en een ander instituut niet. Het hangt van heel veel factoren af. En bespreek dat vooral met de longarts die jou gaat prikken of de radioloog die jou gaat prikken of dat voldoende weefsel gaat opbrengen. Ja, dan komt er ook nog een vraag binnen in mijn hoofd die heel vaak bij mij aan tafel gesteld wordt. Is dat DNA-onderzoek, is dat erfelijkheidsonderzoek? Nee, dat doen wij dus niet. Wij kijken puur naar het DNA wat in de tumor zit. En een tumor ontstaat omdat er DNA-fouten in zitten. Maar dat hoeft niet te zijn dat die dus ook in je erfelijke systeem zitten, in je normale DNA zitten. Enkele gevallen hebben we wel eens afwijkingen waarvan we met de kennis van nu denken dat die mogelijk ook erfelijke longkanker veroorzaken. En daarin, in die gevallen, zullen we dat ook altijd met het tumorbord bespreken en zorgen dat die patiënten naar de genetica gaan. Maar ik denk als patholoog even de nadruk, wij kijken echt naar tumor en foutjes in de tumor. En de klinische genetica, die gaat kijken naar erfelijkheidsonderzoek. En dan komt er een belangrijke vraag. Hè. Kan een EGFR-mutatie na resistentie een andere vorm aannemen en dan misschien wel weer vatbaar zijn voor andere doelgerichte therapie? Ja, die opmerking is helemaal juist. Wat er dus kan gebeuren, even uit de dagelijkse praktijk, is dat we vaak EGFR-mutatie nummer 1 zien, bijvoorbeeld een exon 20 deletie, en dat die patiënt na een tijdje een T790M-mutatie erbij krijgt. En dat zorgt inderdaad dat letterlijk de vorm van dat EGFR-molecuul anders wordt, waardoor de DNA niet, de therapie niet past, maar precies
Er is dan een andere therapie die dan al precies weer in dat gaatje zou kunnen passen. Dat is niet in alle gevallen altijd zo, maar inderdaad, er zijn mogelijkheden dat die patiënten dan een andere therapie kunnen krijgen en daar weer heel goed op reageren. En dan vind ik zelf ook een hele interessante vraag, want die vraag heb ik eigenlijk ook altijd. Hoe groot is de kans, of is er een kans dat mutatie van de tumor anders zijn als de uitzaaiing? Dus zit daar verschil in de primaire tumor en de uitzaaiing? In principe, in de biologie is alles mogelijk, maar eigenlijk niet. Eigenlijk is de grondmutatie die dus in de tumor zit, ook altijd aanwezig in de uitzaaiingen. En dan had ik, maar dat kunnen we zo over hebben, want het verandert wel, hè, het landschap. En dat, want je gaf net aan, juist bij uitgezaaide longkanker doen we die moleculaire diagnostiek. En wat je eigenlijk nu ook ziet is een verschuiving dat we hem steeds eerder gaan inzetten, omdat het ook behandelconsequenties gaat hebben. Kan je je daarin vinden? Dus dat we eigenlijk misschien al bij een resectie, dus als we een stukje long eruit halen, waarbij we voor genezing gaan, dat we dan al die moleculaire diagnostiek inzetten, wat nog niet in de richtlijn staat overigens. Nu vraag je mij ook een beetje als verantwoordelijke voor het zorgbudget. Ik denk dat we altijd dan een beetje goed in balans moeten zijn. En nu komt een heel politiek antwoord. Wij zijn natuurlijk ook kritisch naar zinnige zorg. Op het moment dat er een behandeling voor is en geregistreerd is, zeg ik volmondig ja, onmiddellijk doen. Op het moment dat dingen in proefverband zijn, denk ik dat we dat even goed ook met de beroepsvereniging moeten afstemmen. Dat we daar één beleid over maken. Dus dat we niet de verschillen kunnen krijgen, dat ze in instituut A wel iets krijgen en in instituut B iets niet krijgen. Ik zie de ontwikkelingen, ik ben er heel positief over. Maar ik ben wel voorzichtig, want ja, we moeten zorgen dat we allemaal met elkaar eens zijn dat we hetzelfde gaan doen. Daar kan ik me helemaal in vinden. Soms moet je een klein beetje je nek uitsteken, hè? Maar zeker, zeker. Maar ik denk ook, ik ben een eenvoudige patholoog in een ziekenhuis in de periferie, zoals wij noemen. Ik bedoel, ik ben heel trots dat ik heel veel longkankerpatiënten indirect mag helpen hierin. Maar ik denk dat er ook al een voortrekkersrol is van academische centra in deze setting. Om te bewijzen dat het zich werkelijk profijt heeft. Dankjewel. Dank ook voor de vraagstellers in de chat. Ik heb nog één laatste vraag. Stel, we spreken elkaar over 5 à 10 jaar weer. Waar droom jij van dat je dan hebt in je arsenaal als patholoog? Nou ja, ik droom natuurlijk van de ultieme moleculaire diagnostiek, dat ik op 20 cellen alles kan doen, altijd kan doen. Dus de gevoeligheid van de technieken, dat die nog beter is. En dat we ook echt ja, bijna op whole genome kunnen gaan kijken. Mits natuurlijk ook de ontwikkelingen zo zijn dat we dan ook iets kunnen detecteren wat patiënten ook helpt. Precies. Want ik denk dat de nadruk wel ligt. We kunnen wel heel veel DNA-toverijen doen. En daar ben ik ook heel trots op. Maar er moet wel therapie voor zijn. Juist. Dank voor je bijdrage en dank ook voor de kijkers thuis die allemaal vragen hebben gesteld. Overigens, dat brengt me op het volgende. Van, is je vraag nou niet beantwoord in de chat, dan kan je hem altijd nog stellen. Want hij wordt zeker beantwoord en dat kan dan via info@longkankernederland.nl.